Leden van de Nationale Assemblee hebben moeite met artikel 28a uit de personeelswet. Dit artikel stelt de overheid in staat om het principe no work, no pay toe te passen. PL-parlementariër Evert Carto legde gisteren bij de behandeling van de wijziging van de personeelswet uit dat de ambtenaar op medisch advies of tijdens verlof wel zijn salaris uitbetaald zal krijgen. Echter staat in artikel 28a nog steeds dat er geen salaris zal worden uitbetaald voor geen verrichte werkzaamheden. Geen salaris voor niet verrichte werkzaamheden en verder gespecificeerd in drie punten. 1. Geen salaris is verschuldigd voor de tijd gedurende welke de landsdienaar de aan zijn functie verbonden werkzaamheden of de op de dienstbetrekking hebbende werkzaamheden niet heeft verricht, om redenen die hem kunnen worden aangerekend. Indien de landsdienaar verhinderd is, is de aan de functie verbonden werkzaamheden of op de dienstbetrekking hebbende werkzaamheden te verrichten, is hij verplicht daarvan zo spoedig mogelijk, doch niet langer dan 3 werkdagen. Maar hier, voorzitter, van 3 werkdagen is het wel te kort mijn inziens, voorzitter, schriftelijk, digitaal of op enige andere traceerbare wijze mededeling te doen aan het bevoegd gezag of zijn leidinggevende onder opgave van redenen. Moet het wel realistisch zijn, dan geef ik mijn mening daarover ten van die aantal werkdagen of dat verruimd kan worden naar 1 week. Leden van de oppositie zijn vooral de mening toegedaan dat artikel 28a overbodig is. De oppositie vreest dat middels dit artikel de overheid rancuneus zal optreden. Suwarto Mustaja van de NDP wees erop dat bij sancties tegen ambtenaren, wanneer ze hun werk niet hebben verricht, er disciplinaire maatregelen getroffen moeten worden, zoals waarschuwingen en ontslag. Het inhouden van loon over de uren waarop een werknemer ervoor kiest om niet te werken, is geen disciplinaire maatregel, maar een restgevolg van het niet werken. Het is gekoppeld aan artikel 1614b van het BW, welke in 2003 bij resolutie uitdrukkelijk ook van toepassing is verklaard op de rechtsrelatie van ambtenaren, SB 2003 nummer 31. Artikel 1614 BW luidt als volgt: geen loon is verschuldigd voor de tijd gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht. Het is van belang dat we dus dit artikel citeren en interpreteren wel in de juiste context moeten doen wanneer we vooral 28a nu ontwerpen voor de PW. Dit is de enige echte interpretatie van dat artikel uit het Surinaams Burgerlijk Wetboek. Mustaja gaf verder ook aan dat de verplichte landsdienarenregistratie feitelijk niet noodzakelijk is, omdat de overheid via haar departementen aan de informatie kan komen. Het Public Sector Reform Programma moet op basis van de personeelswet en andere maatregelen worden uitgevoerd.